difficile de m'imaginer. J'entends Cornelis Rogge is een kunstenaar die langzaam omhoog gekomen is. Hij heeft aan heel veel tentoonstellingen deelgenomen en heeft heel veel verschillende soorten kunstwerken gemaakt. En langzamerhand begon men te beseffen dat het om een groot kunstenaar ging. In beeldhouwkunst in Nederland betekent dat groot kunstenaar, nou dan moet je wel door Museum Krullenmuller uitgenodigd worden om daar iets in de tuin neer te mogen zetten. Dat is Rogge ook een aantal keren gevraagd. Hoe zie je het? En zo zie je dat de erkenning die hij nu heeft, dat die op een degelijke, bijna ambachtelijke manier tot stand gekomen is. Een heleboel kunstenaars doen hun hele leven hetzelfde. Als ik naar oude opnamen van mezelf kijk en nu denk ik, nou, er is wel iets bereikt. Hè? Er is een rust gekomen, een soort zelfvertrouwen, er is meer vanuit de diepte gedacht, er wordt beter geschreven. Maar het verschijnsel is hetzelfde. Het verschijnsel is alleen ouder geworden. Ja, maar daarom heb ik ook gesuggereerd dat wij samen zouden gaan optreden. Dat ik voor jou bijvoorbeeld de organen die jij gebruikt hebt de laatste... Je zei 40 jaar heb je gewerkt, dus jouw neus bijvoorbeeld. Die zou ik dus heel groot willen nabootseren. Zo'n 3 bij 4 meter hoog. Die zou zelfstandig op het toneel kunnen staan. Jouw oren zou ik ook heel groot kunnen laten maken. Ja. Die zou langzaam het toneel op gaan schuiven. En die oren en organen van jou, die zouden zeggen... Ik ben het er niet mee eens geweest, Paul. Van alles wat je de laatste tijden hebt gezegd, daar gaan we mee in protest. Dus die gaan een eigen dialoog vormen. Dus jij, mijn organen roepen mij ter verantwoording? Ja, en jij zegt, nou, ik doe haast altijd... Ik ben nu tot een voleindiging en zelfstandiging gekomen en tot rust. Maar ik wou die rust weer gaan verstoren. Ah ja. Vind je dat ik te rustig ben nu? Nu is de tijd van opwinding misschien weer aangebroken. Jij bent hoe oud? 73, hè? Ja. Ik ben 70. Ja, dus de tijd... Hoe zit het met jouw opwinding? Ben je nog altijd opgewonden als een jongeling? Ja, dat gaat maar door. Dat houdt niet op. Het een brengt het andere voort. Cornelis, voor jou is belangrijk opnieuw beginnen, een nieuwe fase ingaan. Daar haal je inspiratie uit. En in Beverwijk zien we, geloof ik, een serie... 12 torso's. Je ziet hier een etalage. Dit zijn niet dezelfde poppen, maar er was dus in de Kinkerstraat in 1944 een etalage. En daar stond een hele familie aangekleed. En tegen het eind van de oorlog was die hele familie waar de kleren van de poppen verwijderd. Het was verkocht en die stonden allemaal naakt in de etalage. In de winterkou, in de hongerwinter. En er was één popje en dat was dit popje. En dat was ik. Het was een 12-jarig kind en ik stond daar. Ik had me mee geïdentificeerd. Ik wilde dat popje terugvinden en daar heb ik 50 jaar naar gespeurd om dat terug te vinden. Tot ik het weer terugvond in de Haarlemmerstraat. En dat popje heb ik naar de bronschieter gebracht. En daar heb ik 20 variaties op gemaakt. Ja. Dus alles wat mij de laatste 50, 60 jaar is overkomen, dat heb ik verdisconteerd op het lijfje van die pop. Dat zijn dus in plaats van de kleren, zijn het de gebeurtenissen geworden. Dus, Deze beelden vertellen het verhaal van je leven? Ja. In feite, die touwtjes die hier over het lichaam, dat zijn leren bandjes, dat zijn in feite de kleren van ooit.
maar het zijn nu de tormentaties die iemand tijdens zijn leven doormaakt. Dus de kwellingen, waar die maar ook ingesnoerd zit in ingesnoerd zijn eigen falen. Wetenswaardigheden. Ja. Dus al die variaties, hier zie je dus een hele reeks. Er zijn in het algemeen je beelden een soort levensverhaal van je? Ik denk het wel, ja, deze, maar hier is het heel letterlijk. Wat wil je hiermee zeggen met dit popje? Nou, dit popje, dat is een 12-jarig popje in feite. Dat krijgt een heel nieuw masker van volwassenheid, krijgt het op. Tegelijkertijd krijgt het een gewichtheffersstang, waarop de zwaarste gewichten op bevestigd kunnen worden, wat een 12-jarige nooit kan optillen. Is het jou gelukt om die gewichten op te tillen in je leven? Nou, ik ben ermee bezig. En dit is de heilige Sebastiaan. Er is een christelijke voorstelling en dan wordt hij doorboord met pijlen. Maar ik heb het met een metafysische pijl is hij doorboord. In feite stelt dat alle pijlen tevoorschijn die iemand op iemands leven worden afgeschoten waar hij mee omgang moet krijgen. Wat vind jij het moeilijkste om te verwerken wat er op je afkomt in je leven? Nou, bijvoorbeeld het overlijden van onze dochter. Die is overleden aan kanker op jonge leeftijd. Dat vond ik dus een hele pijnlijke aanslag, bij wijze van spreken. Hoe oud was ze? Die was 39. Ja. Dus in volle bloei van haar leven was dat een hele pijnlijke aanslag. En dan zie je dus, als je dan zo'n pijl op de bar ziet, dan doet dat pijn. Dat is dus het verwerken van leed is verdisconteerd als een kledingstuk. Geeft je werk troost in dat soort omstandigheden? Ja, ik denk dat het te maken heeft met de verwerking van leed. Dus je beeldt iets uit en daardoor... Is het verdriet makkelijker te dragen? Te dragen, ja. Als je eraan denkt dat ik na jouw dood, dat ik dan een museum voor jou zou oprichten, vind je het idee aantrekkelijk? Nou, dat eigenlijk... ik hier in deze tuin rond die zuilen jouw verzameld werk bijeenbreng en dat de mensen... Nou, eigenlijk gek genoeg niet eens. Niet. Want ik zou liever willen dat het werk explodeert naar alle kanten toe. Dat het nooit gevangen is, dat het alle kanten opschiet en nooit een plaats krijgt. Dus net als mijn wielen, het gaat, is altijd nomadisch. Het krijgt nooit een plek en het zal nooit een thuishaven meer vinden. Het is geëxplodeerd, uit mij verdwenen en het komt nooit meer thuis. Als je nou deze serie hebt, hè, en je vergelijkt dat bijvoorbeeld met een aantal van jouw beelden in Krullemuller. Hier kan ik me helemaal voorstellen dat inderdaad ze iets vertellen over jouzelf of over de mens in de algemeenheid. Is dat daar bij die beelden in wezen ook zo? Nou, wat die tenten betreft is er veel een mystiekere ervaring, waarin geen entree is in de tenten. En daar kom je in de eeuwigdurende duisternis terecht, waarin je niet kan komen eigenlijk. En hier is het geopenbaard, alle mysterieën. Dus daar kon je niet in de mysterieën komen. Hier kan je ze wel zien, dezelfde mysterie. Hier zijn ze... exhibitionair geworden. Dus hier kan je mijn hele karakter aflezen. Dat is natuurlijk vrij gênant om dat te openbaren aan groot publiek wat hier komt. Ik had het liever natuurlijk niet gedaan. Liever een grote tent eroverheen gebouwd, dat ze weer verdwenen in de duisternis, dat niemand het ziet. Maar ja, nu ben ik aantastbaar geworden.